klas zaten de kinderen naar het jeugdjournaal te kijken. Het is 7:15 hier opgezet. Doeg! Nou, dat was best wel een heftige uitzending, want het gaat over oorlog in Syrië. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Vingers. Ennis? Nou, het is niet zo leuk van hun, want ze kunnen wel doodgaan. Oké, okay, ja, dat vond ik een hele goede reactie dan dit. Nou kinderen, ik wil jullie een opdracht geven om na te denken om te wonen in een land waar oorlog is. Een meisje dacht hoe erg het zou zijn om in een oorlogsgebied te wonen. Oh, het is koud, jongens. Het loopt er weer mee. Ja, ik ook. Ik hoor allemaal geweren. Een bom! Een bom! Achter die auto. Ik ben bang. Ja, ik ook. Maar waar is mee? Ik hoop niet dat hij mee geraakt door die bom. Het mij! Gelukkig. Ja. Oké, we moeten hier weg. Straks worden we neergeschoten. Het is hier weer erg gevaarlijk. Kom. Gelukkig woonden ze in Nederland, waar kinderen gewoon kunnen buitenspelen. Ja! Hey jongens, zullen we met mij thuis spelen? We zijn toch een beetje moe door de regen? Kom, gaan we op de PlayStation? Ja! Een ander meisje dacht hoe vreselijk het zou zijn als de ouders in een oorlog zouden zijn overleden. Ik mis jullie zo erg. Ik wou dat ik in een land leefde waar geen oorlog was. Gelukkig woonden ze in Nederland, waar kinderen gewoon met hun ouders spelletjes kunnen spelen. Zo, kom je daarbij? Spelen communisten. Oh, wat leuk, papa. Je gaat er beginnen. Ik begin. Oké. Okay. 5. Waar is 5? Gezellig, hè? Schat, ik les wel even een biertje. Oké, okay, ik ga wat halen. Wil je ook wat zien? Ja, gisteren. Oké. Okay. Een ander meisje dacht aan kindsoldaten die altijd in angst leven om te worden doodgeschoten. Ik zie geloof ik vijanden. Ga je even kijken, dan cover ik je. Help, ik ben geraakt, help! Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Help! Jongens aan de kant, die sniper zit er nog! Gaat het, we moeten terugtrekken. Gaan jullie maar, ik ga hier wat dood. Oké, we moeten gaan, het moet maar zo. Gelukkig woonden ze in Nederland, waar kinderen gewoon naar school mogen. Een meisje dacht aan kinderen die honger hebben. Oh, ik heb zo honger. Oh, ik heb zo honger. Ik moet echt... Ik moet overgeven. Ik val bijna flauw. Hé, kijk, een vuilniszak. Gelukkig woonden zij in Nederland, waar je normaal kan eten. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, lekker. Heel lekker, ja. Super fijn. Het lijkt alsof die kinderen allemaal aan dromen zijn. Hey, gaat alles goed? Wat is er aan de hand? Nou, we zijn blij